Luc, gaan jullie op basis hiervan één minuut onderuit? Die ene minuut meteen aan rust? Ja, dat, zo kun je het misschien wel een beetje noemen. We hebben een goede eerste helft gespeeld. En dan is het zonde dat je zo uit de kleedkamer komt. En ja, dat ze toch... De tweede eerste helft spelen compact, geven ze geen ruimte weg. En begin tweede helft dan krijgen ze één keer die ruimte in onze 16. En dat straf is direct af. En dat is zonde gezien wat je zei de eerste helft. Want we hebben onze mogelijkheden ook gehad. En dan misschien kan je zelf een doelpunt maken. En dat gebeurt niet. Dus ja, dan weet je dat je tweede helft ook gewoon sowieso op die nul moet blijven spelen. En niet veel ruimte weggeeft. En dat het direct zo naar rust gebeurt is heel zuur. Ja, dwong Wolfsburg dat af? Of gaven jullie het op een presenteerbaar blaadje? Een beetje naar de tweede. Nou ja, ook. Maar ik had ook het gevoel dat zij meer druk vooruit gingen zetten. En ons niet meer wilden laten opbouwen. Want dat zag je eerst zelf, ging goed. We konden aan de linkerkant vaak vrij man vinden en zo doorvoetballen. En ja, ze gingen wat meer hoge druk zetten met of een middenveld door of een buitenspeler door. En dat kwamen we af en toe niet onderuit. En ja, natuurlijk wat ik zeg. Natuurlijk is het ook dat wij te veel ruimte weggaven bij de eerste goal. En dan straffen ze dat er direct af, hebben ze de kwaliteit ook voor. Ja, is het ook niet logisch dat de nummer 2 van de Bundesliga met 2-0 thuis wint van een topclub uit Nederland? Nou ja, mensen zullen dat vooraf misschien wel zeggen inderdaad, dat zou gebeuren. En natuurlijk is het geen schande, maar als je zo de eerste helft speelt, dan hoop je gewoon op meer als team zijn. En dan is het jammer dat de tweede helft zo gelopen is. En dan krijg je nog een hele grote kans natuurlijk met die penalty op de 2-1. Dat is toch een stuk fijner, ook met de terugwedstrijd thuis. Dan hoef je maar 1-0 te winnen om onderresultaat goed te hebben. En dat zal natuurlijk ook heel moeilijk zijn. Maar nu, met een 2-0 verlies, is het toch anders. Ja. Ja, tot slot, ik heb niemand van jullie gehoord over een eventuele penalty die jullie hadden moeten krijgen de eerste helft. Die hensbal? Ja, dat was, ik dacht ook dat ik appelleerde nog. En, ik heb beelden teruggezien, maar het was er dus wel in. Ja. Volgens mij wel. Dat, ik appelleerde ook naar de scheidsrechter. Alleen hij wuift het weg, dus ja... Meer kan je niet doen, maar ik dacht ook dat ik Hens gezien had inderdaad. Ja.